Tja, ja, dat zijn die tijden. Dat ik nu wakker word, goedemorgen. Tijd om weer een dagje te gaan starten. Pardon, ik zie er krokant uit, ja. Maar ja. Hi boy! De dag dat ik eigenlijk naar huis zou moeten gaan. Of nee, dat ik naar mijn andere behandeling door zou moeten gaan, maar ik mag blijven hier. Niet naar huis, sorry. Dat ik naar de andere afdeling zou gaan, maar ik mag op deze afdeling blijven. Dus ja. Ik moet bloed gaan prikken. Nee, geen bloed gaan prikken. Ik moet controles gaan doen. En de douche staat aan. Dus ik ben aan het genieten van mijn dikke hoofd. Kijk hoe mooi opgezwollen. Hoe dik je gezicht is. Je neus is dik. Je lippen zijn mooi. Die glans is netjes. Maar het is alleen maar rommel op je gezicht. Wat je eraf moet spoelen met zeep. Hé, mensen zijn vies hoor. Ik heb jullie zo vaak gezegd dat mensen vies zijn. Kijk hoe dik mijn hoofd is in die camera. Kan ik uitzoomen? Het is niet goed. Oh, daarom moet ik gaan baden. We allemaal gaan baden dan. Zie je zo. Zo. We hebben ontbeten. Even kijken. Oef. Wat hier te zien valt. Deze ochtend weer. De woensdaggroep, de nieuwe groep, die komt zojuist binnen. Elke maandag en woensdag start er weer een nieuwe groep mensen. In groep A of B. We zitten allemaal hier op de afdeling in de U-bocht. We hebben twee verschillende woonkamers. Ik zal een keertje die woonkamer laten zien. Als ik gelegenheid heb. Want we zitten wel bij elkaar op de afdeling. Dus we kunnen bij elkaar in de woonkamer. Maar we zitten logistiek wel gespleten in twee groepen. Om de twee begeleiders op de afdeling te worden begeleid. Meten, medicatie, vraagjes, bla bla bla. Maar de tweede groep die komt dus nu binnen. Op woensdag. Dus net al iemand nieuw ontmoet. Aardige gozer. Mensen komen dus ook in alle staten binnen. Hè? Dus het wordt even een dagje dat we een beetje rekening moeten gaan houden met de nieuwe mensen. Niet te veel lawaai, niet te veel sociaal willen zijn. Want dat kunnen mensen niet aan. Van nature zitten ze meer op hun kamer hoor. Dan ik niet. Ik ga niet op mijn kamer lopen zitten. Ik heb mijn spullen hier geparkeerd. Ik ga ontdekken wat ik moet ontdekken. En ik ga kijken waar de nooduitgangen hier zijn. Anyway, welkom op een vlog. Ik ben Final Creator. En we zitten in de Jellyneer Kliniek om hoofd te bieden tegen verslavingen, tabak, nicotine, marihuana en alcohol. Waar we mee stoppen. Daarvan ben ik aan het detoxen. Jesus Christ, als je zo gierig bent te praten. Anyway, dag mevrouw, hallo. Hallo. Goed, anyway, die gele mooie auto staat er nog steeds. Prachtig leuk uitzicht. Ik heb geen product gezet in mijn haar. Ben ik toch een mooie jongen als ik zo naar mezelf kijk. Hallo. Niet als je zo doet. Tot zo, bye. Kijk. Kijk. Hoe meneer DHL op het punt staat om zijn spiegel te bossen. Want er staat een paal daar. Hij heeft die paal gezien. Ai. Goed. Een beetje kennis gemaakt. Ik heb nu twee mensen tot nu toe gezien. Ik had een gesprekje vanochtend met mijn nieuwe behandelaar. Een heel fijn gesprek met mevrouw. Ik heb lekker kunnen uitleggen wat eigenlijk het probleem is. Ze heeft ontzettend goed geluisterd. En we hebben een hele mooie fijne klik met elkaar. Dus nu is ruimte en rust in mij om lekker met mijn detox eindelijk verder te kunnen gaan.
om het plan van aanpak verder te gaan schrijven. En de wil en drive te vinden om door te pakken. Om nuchter te zijn en helder te zijn en allemaal dingen te willen. Ik wil veel, maar ja, die wil is één ding, maar het moet ook uitgevoerd worden. En daar moet energie voor komen, moet tijd voor vrijgemaakt worden, moet een stappenplan voor gemaakt worden. Om jouw dingetjes van de grond te krijgen, hè? Tuurlijk blijven we bezig, blijven altijd bezig. Maar goed, as we speak zie ik twee mensen die... twee mensen die aan het koekeloeren zijn op mijn website. Dat is heel fijn. Final Creator is auteur. Huh? Doe niet misselijk, Varello. Die mensen kunnen je niet zien. Maar ze kijken naar je. Dus het wordt tijd om een artikeltje te schrijven. Dus ik ga een artikel verzinnen. Dat moet ik schrijven, dat moet ik mooi maken. En publiceren. Tot zo weer. Hey mensen, je mag zeggen wat je wil, maar... Anyway. Hey, je mag zeggen wat je wil, hoor. Je mag zeggen wat je wil, maar... Maar ja. Ik ben zo trots dat ik mijn nieuwe site heb geopend. Ja. Findercreator.com, toch? Huh? Ik heb net een artikeltje geschreven. Tak decibel tutorial, jawel. Het is 8 december vandaag, maar anyway. Maakt niet uit. Ja, Dizzy Bouterse boy. Hoe dan ook, ik ben zo blij dat ik na zoveel jaren, eindelijk doe wat ik graag wil doen. Niet plotseling van nu hoor, maar ik heb natuurlijk, die website stond er al half. Maar nu heb ik het een beetje afgemaakt. Ik heb genoegen genomen met... het framework wat er staat, dus het hoeft niet precies alles strak, recht. Het belangrijkste is dat ik die artikelen gewoon lekker aan ga schrijven. En ik heb vandaag weer iets geschreven. Het zal een bijzondere dag zijn voor mensen die te maken hebben met de decembermolen. Maar ik heb een heel mooi artikel, neutraal artikel denk ik wel geschreven. Goed, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Maar ik ben heerlijk blij, zo blij. Dat ik meer aan het doen ben dan niet aan het doen. Dus laten we kijken hoe we deze energie een klein beetje kunnen vasthouden. Goed. Ik ga nadenken over een ander artikel. Maar misschien moet ik een klein beetje gaan socializen. Ook onder de mensen zijn. En even ook een periode niets doen. Want een detox is niet doen, je vervelen. En snappen dat verveling oké is. Zit op een stoel en ervaren en emoties dat het oké is. Dat we niet weg hoeven te stoppen of whatever. Het feit is dat ik het heb weggestopt. Niet direct bewust. Maar nu kom ik erachter wat ik gedaan heb. Ja. In de ernst kom ik erachter hoe ver ik me heb lopen wegstoppen en lopen te verstoppen. Dat nu alle emoties die loskomen, heel erg nieuw en heel erg... wat kom je toch tot inzichten in een kamer van 10 vierkante meter wat niet van jou is. Maar dat is het. Ik heb me hier geplaatst om in alle rust na te kunnen denken over dit soort thema's. En ik ben blij dat ik hier nog ben. Ja, heel bijzonder is dit. Leuk dat je kijkt. Voor de nieuwe mensen, hallo, ik ben Final Creator. Het kan zijn dat je dit filmpje als eerste ziet en zoiets van, huh? Waar kijk ik in vredesnaam? Nou, dan wil ik je oprecht zeggen, je bent laat. Je bent laat in die schets. Ik heb geen tijd om dingen uit te leggen. In ieder geval blijf kijken. Zie je zo. Ik weet totaal niet meer waar ik gebleven ben met mijn vlog. Maar inmiddels zijn we lekker gesetteld met de mensen hier. Ik heb lekker een paar artikelen weer geschreven voor op mijn website. Findercreator.com. En nu hebben we heerlijk, heb ik gedoucht. Want we zijn gaan sporten. Ik ben gaan sporten. Ik heb gebadmintond met mijn arm. Wat verschrikkelijk kapot is. Omdat ik heb gevolleybald afgelopen... 2 dagen voorzichtig natuurlijk. Mijn arm is nu kapot. Ai. En wat zit ik te doen hier? Okay. Sorry, ik ben een beetje broeia. Dus ja, leuk met de nieuwe mensen. Die binnengekomen zijn. Goed contact. Ik ben een beetje sneu. Want mijn maatje, die hier was...
Die is nu naar een andere afdeling overgeplaatst vandaag. En die is er mee niet meer. Dus die gaan we even missen. Die Konyo is ook nog weggegaan, ook nog zonder gedachten zeggen. Dus ik weet ook niet wat de achterliggende gedachte daarvan is. Ik dacht dat we wel leuk genoeg met elkaar hebben gehad om even gedachten te zeggen. Maar goed, hij heeft mijn telefoon, maar hij kan nog een bericht sturen. Maar nou ja, als hij dat niet doet, fuck dat. Beetje jammer. Maar ik zie het wel. Anyway, we gaan lekker verder met de detox. Hoe gaat het met de detox? Ik heb het zwaar. In de zin van dat mijn hele lichaam al een hele week heb ik het koud. En het begint langzaam een beetje mijn neus uit te komen. En dat komt van de nicotine hoor. Stoppen met nicotine, ik krijg het koud. Dat heb ik al, dit is voor de derde keer nu. En dat blijft echt 2 weken lang, hè. Gewoon dag in dag uit heb ik het gewoon koud, 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 koud. Is niet om in herhaling te vallen, uiteraard. Maar dat is wel een beetje het feit. Ik kan niet wachten tot ik momenten van, hey. En dat is ook het moment dat ik uitcheck hier, want dan ben ik ready om thuis te gaan, naar huis te gaan. Ik maak natuurlijk wel mijn periode af hier. Laat even een moment stilte hebben alsjeblieft samen. We zijn stil voor degene zonder stem. Voor degene zonder het antwoord op hun problemen. Voor die mensen die schreeuwen en zoeken om hulp. Waar het waarschijnlijk te laat voor komt. Ik besef heel goed dat ik in een luxe positie zit. Ik besef heel goed dat ik in rijkdom hier zit. Ik besef heel goed dat ik mezelf hier bij dit kliniek kan en heb geplaatst. Heel veel mensen hebben die rijkdom niet, hebben die luxe niet. Dus ja, het interesseert me niet hoe men naar mij kijkt of naar deze situatie kijkt. Ik zit hier als koning, als een vrije geest, als een vrije jongen, als een vrije man die werkt aan zichzelf. En daarom ben ik trots op mezelf. Dat ik uitdagingen niet uit de weg ga. En als ik iets doe, ja, dan doe ik het goed en grondig. Het is een journey, het is het begin, hè. Verslavingsproblematiek, sigaretten, weet je? Hoe vaak heb je mensen zien starten en stoppen? Het is een journey. Van vallen en opstaan. En daar ben ik ook zeker van bewust, hoor. Ja? En natuurlijk komt er een goed plan om ervoor te zorgen dat ik niet te ver weg glij als je een terugval hebt, bijvoorbeeld. But it's the journey. En dat zeg ik ook vrij tegen mezelf, omdat ik me niet onnodig wil belasten met gedachten en wat als straks, wat als... Nee. Het mooie van gestopt zijn met je middelen, met je verslavingen, is dat je, dat wordt je ook geleerd hoor, elke dag gewoon zegt, vandaag niet. Het is geen ding wat we op lange termijn kunnen plannen. Heel veel van ons raken ook verstikt bij het idee van over een jaar dit of een... Nee. Dus elke dag wanneer je opstaat, denk je van jezelf, weet je wel, of je nou bewust denkt of niet. Het is gewoon op dagbasis de beslissing, maak je elke keer de beslissing om niet toe te geven aan de trek. Aan die sigaret, aan die jonko. En jullie weten dat ik ervan hou. En van mijn alcohol ook. Ja, dat gaat altijd zo blijven. Alleen. Nu niet meer. In ieder geval voor mij niet. We gaan wat socialize een beetje met de mensen hier. Ondertussen heb ik mijn zweet en druppels op mijn voorhoofd. Zo leuk zijn als ik zweet en druppels op andere plekken zou kunnen hebben. Maar ik praat al te veel. Dan moet mijn decolleté een beetje diep zetten voor jullie, hè? Zit het extra diep? Movek, niet goed. We gaan nog even hier iets afmaken en dan gaan we ons weer mengen bij de groep. En een klein beetje socializen.
Het is leuk hoor dat ik met jullie kan praten, dat jullie naar me kijken. Fijne creator, komt zo direct terug. Hey! Dus luister dan, ik ga echt helemaal stuk hier, hoor. Deze Bridget is officieel de domste chickie ooit ever. Het gaat hier op RTL Boulevard over het dark web. Weet je wat deze chick zegt? Weet je wat? Kunnen we gewoon niet de dark web helemaal verbieden of zo? Jezus! Wat slecht! Je moet je huiswerk doen voordat je daar aan tafel komt te staan. Je kan het dark web helaas niet verbieden, idioot. Zo, oh, zeer leuk gesprek. Zeer leuk gesprek. Nog even gehad. Zo aan het einde van de dag. Ja. Het is bijzonder hoe mensen met zichzelf in de knoop kunnen zitten. Bijzonder hoe ik ook met mezelf in de knoop zit op een bepaalde manier. Ik weet niet, misschien ben ik de eeuwige optimist hoor. Misschien is dat mijn probleem. Ik weet oprecht niet of het me goed doet. Nee. Ik weet niet. Ik vraag me af. Of ik mezelf tekort doe. Door. Ik denk snel in oplossingen, toch? Ik denk snel in oplossingen. Als het probleem is, bam, oplossing. En sommige mensen willen zitten. Ik kan niet. Toch? Ik kan niet. Bam, bam. Mis ik iets? Dat vraag ik me af. Mis ik iets door altijd snel of direct te willen bewegen of direct te willen schakelen? Mis ik iets? Wat mis ik als ik wat meer? Ik hoop dat ik goed uit mijn woorden kom en ik probeer iets uit te leggen, maar ik weet niet of ik goed overkom. Ik zit gewoon niet bij de pakken neer, zo 1, 2, 3. Dus als er een probleem of een issue is, dan ben ik in oplossingen direct aan het denken. En dan schakel ik gewoon heel snel in oplossingen om die situatie aan te pakken. Maar de snelheid waarmee ik dit doe, gaat heel vaak sowieso aan mensen voorbij. Waardoor het lijkt of die situatie of die tori me niet raakt, of het niet diep genoeg gaat, of whatever. En het kan misschien ook wel een klein beetje zo zijn, maar waar het bij mij om gaat is, oké, als er een probleem is, komt er een oplossing. Want als we problemen niet oplossen, dan stapelen problemen namelijk op. Zo ben ik. Problemen moeten snel gefixt worden met de oplossing, want ik heb geen tijd in opgestapelde problemen. Terwijl je nog zit te bakkeleien. Zit te vechten om. Het leven introduceert weer een nieuw probleem. Misschien komt dat een klein beetje daar vandaan. Het leven komt zo snel weer met iets nieuws. Dat ik geen tijd heb om te zitten bakkeleien. Misschien komt het daar vandaan. Weet je, misschien is er een consequentie over het gevolg dat men me maar minder begrijpt of ja, misschien een klein beetje te snel ga. Maar uiteindelijk heeft die houding die ik heb, heeft me wel best ver gebracht. Niet alleen privé, maar ook op het gebied van werk. Het heeft me echt best ver gebracht om, weet je, ja. En ik gebruik het ook best veel. Ik gebruik het bijvoorbeeld ook hoe ik praat. En dat merkte ik vanavond ook wel. Ik merk het vooral in hoe ik praat. En het is niet om andere mensen hun probleem op te lossen. Maar wanneer iemand met een verhaal komt, alleen maar mezelf. Maar dit dan? Is dit niet de optie? Is dat niet de optie? Is dat niet de optie? Is dit niet de optie? Is dit niet de optie? Zo merk je wanneer je met mij praat.
waar ik het over heb. Ik denk gewoon in oplossingen. Ik denk gewoon in oplossingen. En daarmee matcht het emotioneel soms niet voor mensen. Omdat ze nog een probleem of een issue nog emotioneel aan het verwerken zijn. Oh, dat is het. Terwijl ik al in oplossingen aan het schakelen ben. Heb ik het emotionele stukje dan overgeslagen? Heb ik het dan wat mee gedaan? Dus dat is een interessant ding om uit te zoeken. Ben ik dan zorgvuldig? Of heb ik een probleem ogenschijnlijk opgelost? Maar later zullen... ja... de onderliggende problemen bovenkomen. Zijn die onderliggende problemen dan emoties? Onverwerkte emoties? Of... ik weet het oprecht niet. Maar wat ik wel weet is hoe ik ben. Vind ik heel fijn. Ik vind het heel fijn dat het een probleem is. Dat mijn hersens iets van oké, probleem oplossen. Bam. Klaar. Ik vind het heel fijn. Nou ja. Het is zoeken naar antwoorden. Het feit blijft wel, met mij kan je op een bepaalde manier in gesprek gaan. Wanneer je in oplossingen wilt denken. En wanneer je vooruit wil komen. Want zo praat ik. Met dat doel. Wanneer ik iets zeg, is het constructief. Het is om, het is niet om af te breken, het is om... Zeer interessant. Hoe dan ook, dankjewel voor het kijken hoor. Weer een dag waar we aan het filosoferen zijn, aan het nadenken zijn. Weer een dagje voorbij. In de detox, hier bij het Jelinek Kliniek. En ik denk, nou, en ik mis mijn maatje al. Het stoort me echt dat die jongen weg is gegaan. Zonder gedacht te zeggen. Ik kan hem een berichtje sturen. Maar ik weet niet of hij contact wil houden. En ik ga mezelf niet opdringen op mensen. Dat ga ik absoluut niet doen. Dus misschien was dit een teken dat ik het moet loslaten. Of die jongens een klein beetje aan het wegrennen. Is dit misschien een klein beetje te moeilijk? Hij heeft wel zoiets gezegd dat het moeilijk is voor hem. Het sociale aspect is moeilijk. Maar wij Surinamers kunnen niet met het feit dat je niet groet. Je moet groeten. Je hoort te groeten. Konjo. Ja, dus als je dit nog een keertje te zien krijgt wanneer je naam begint met de S en eindigt op een, weet ik veel. Volgende keer groet je gewoon. Je groet gewoon en je zegt, je wenst iemand succes in zijn fucking traject. Het is een beetje egocentrisch wat je doet dan. Je moet ook een klein beetje aan andere mensen denken en ik weet dat je dit kan. Ik wou je alleen maar succes wensen met je herstel. Je had haast om weg te gaan. Geen probleem. Je mag haast hebben om weg te gaan. Om je leven te gaan fixen. Wel succes meneer. Waar je ook bent. Zoek wel iemand anders om verliefd op te worden, je klootzak.
Lieve mensen, dankjewel voor het kijken. Ik ben Final Creator. Ik lig in een bed wat niet van mij is. Ik lig op een kussen wat niet van mij is. Maar ik ben hier uit vrije wil. En ik ben ook zeer trots op mezelf dat ik hier ben. Dus. Ja, dankjewel weer voor het kijken. Ik mag je vragen om te abonneren op mijn kanaal. Je kan zelfs supporter worden van Find the Creator. Ja, join the Find the Creator Club. Voor een klein bedragje per maand. Maar laat vooral een comment achter in het bericht. Want ja, ik ga dat lezen. En dan weet ik dat je even met me bezig bent geweest. En dan kan ik daarop reageren. Ik kan een hartje erop zetten. Ja, reageer vooral, weet je. Want jullie zullen dit allemaal later zien. En dan kunnen toch nog een beetje het gesprek en de dialoog hebben. En praten over wat ik allemaal nu verteld heb. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk over ben gekomen, hoor. Doei.